Nu een aardige bal op José Pasquale. Op Jerry Hilton wordt gegeven. Die kan schieten. Dat scheelde niet veel. Lens Duivenstein inmiddels aan de linkerzijde van het veld in balbezit. En die weet Anthony Limbombe toch behoorlijk aan te spelen. Krijgt hij de bal. Penalty. Dit kan niet anders. Ja. Doelpunt. Ja. Via de onderkant van de lat schiet Jerry Hilton. Almere City FC op een 0-1 voorsprong hier in het Koning Willem II stadion. Buitenspel. Doelpunt, buitenspel. Maar geen doelpunt, want het is buitenspel. Beeld daar Steyer Racing, handen voorbij. Kan Owusu tot een voorzet komen, dat komt hij. En dan is daar het doelpunt voor Willem II. 1-1 hier na 49 minuten. Ik wordt zeg 1-1, maar hij wordt weer afgevlacht. Is er afgefloten door scheidsrechter Gerrits. En eindigen we hier met een 1-1 eindstand in het Koning Willem II stadion. Bij de wedstrijd Willem II Almere City FC.